Verschillende stakeholders betrokken bij agrarische voedselproductie en de verkoop daarvan hebben zich tijdens een workshop gebogen over de voedselveiligheid. Met de workshop die deel uitmaakt van het Suriname Agriculture Market Access Project, wordt voedselcertificering nagestreefd. Dit is van eminent belang om veilig en kwalitatief voedsel op de markt te brengen om daarmee de gezondheid van de samenleving te waarborgen. Nu zitten we met de stakeholders bij elkaar om te kijken van welk traject we moeten opgaan. We hebben hier in Suriname een aantal instituten. We hebben onze plantenkeuringsdienst, welke we noemen een NBPO. We zijn nu bezig NIFS, onze voedselveiligheidsinstituut, op te zetten. Mensen worden getraind. De wet is eind 2020 goedgekeurd in DNA. Bestuur is samengesteld. Er zijn heel wat laboratoria-equipment geïmporteerd, ook met ondersteuning van SAMAP, welke nu allemaal geïnstalleerd worden. En we hopen ergens eind dit jaar van start te gaan met NIFS zelf, waardoor zij dan, want ze hebben meer bevoegdheden, hè. Ze kunnen ook langs de weg, als een stand tegenkomen, kunnen ze stoppen, samples nemen. Maar belangrijk is ook voor de export, dat jouw product uiteindelijk een dusdanige certificering heeft, dat je mag exporteren. Niet alleen voor de export, maar ook de lokale mensen die beschermd moeten worden. NIFS heeft een hele brede verantwoordelijkheid wat dat betreft. Nu zitten wij hier aan tafel, want je hebt ook de CAFSA. Dat is een regionale gezondheidsorganisatie. Hoe die op elkaar af te stemmen en welke stappen we vooruit moeten maken. Dus u heeft net meegemaakt de presentatie van de CAFSA zelf. Wij azen op onze Caribische markt. Aan welke eisen moet je voldoen? CAFSA is hier in Suriname gesitueerd. U weet, in 2010 was het lab afgebrand. We hopen dit jaar weer een bedrijf te hebben. Maar vanuit CAFSA kunnen wij ook, vanuit Suriname dan, een stukje aansturing geven aan al die kwaliteitskeuringsinstituten in de regio. Want CAFSA is daarvoor bedoeld. Het is een afspraak welke we met de Caribbean hebben gemaakt. Dus het zijn allemaal zaken die in place gebracht moeten worden. En ik hoop dat aan het eind van de workshop straks, dat er wat aanbevelingen komen, wat ideeën komen. Met de stakeholders bij elkaar, waarmee wij verder kunnen. Ja, als je kijkt naar de naam SAMAP zelf, Suriname Agriculture Market Access Program. Het gaat om market access. Het gaat om de buitenlandse markt te betreden. En natuurlijk, je moet aan al die eisen voldoen, wat ik net heb genoemd. Je voedselveiligheid, maar ook je verpakking dat erbij komt kijken. Mogelijk heel wat andere zaken die zeker in zullen spelen. Daarvoor is het project bedoeld. Natuurlijk is gaat een deel als grant naar de boeren toe. Maar het is meer bedoeld om je standaarden te verhogen, waardoor de exporten mogelijk zullen worden. Inderdaad, het is een workshop voor certificering, voor food safety. En als agrarisch ondernemer is het heel belangrijk om te weten dat je niet iets kan produceren wat niet veilig is, vooral voor je klant, voor je consument. En het is een meeting waar we moeten brainstormen, vooral in Suriname, omdat wij zelf hier in Suriname geen keuringsinstituten nog hebben, dat elk groente voor jou kan testen. Dus weet wat je eet. En als producent is het voor mij ook belangrijk, heel belangrijk, dat ik weet hoe ik moet produceren en aan welke standaarden ik moet voldoen om mijn consumenten dan veilig voedsel te geven. Waarom is het belangrijk voor u om veilig voedsel aan uw klanten te bieden? Zo, wij doen business-to-business zaken meer. We hebben restaurants, met name ook de fastfoodketen. En wij zijn al eigenlijk in een fase waarbij wij al de regels volgen, met name de GAP, de ISO-standaarden, de HACCP-standaarden. Registratie, traceerbaarheid zijn begrippen wat jij als producent moet begrijpen. Want niet alleen de consument, maar voor jou als de producent zelf is het heel belangrijk dat jouw product eigenlijk veilig is voor je consument. Toch? Dus het is altijd veel meer dat komt bijkijken als leverancier van deze producten. Het is een uitdaging natuurlijk om je consumenten
te garanderen dat ze een voedselveilig product dan consumeren. Het is namelijk belangrijk dat wij als ondernemers in Suriname samen met het ministerie van LVV kijken wat de kansen zijn om bijvoorbeeld collectief te gaan kijken hoe je deze bedrijven dan kan certificeren. We hebben ook gehoord dat er een aantal certificaten zijn, bijvoorbeeld de ISO 22000 en HACCP. Global Gap, ik denk dat in Suriname op dit moment nog niemand met een Global Gap is wat groente en fruit betreft. Dus veel werk aan de winkel om te gaan kijken. Want ik denk dat individueel het nog moeilijker gaat zijn gezien de investeringen, vooral in deze tijd. Want certificering is mooi gezegd, maar het gaat gepaard met heel wat investeringen en je hebt geld voor nodig. Al die standaarden te halen waarnaar wij streven. Als we voedselveiligheid en al die standaarden eromheen hebben, dan hebben we zeker al een van de basispunten dat we gezonde mens kunnen hebben. Gezonde mensen kunnen betere producties leveren en veel langer genieten van hun leven. Dus ik denk dat dit een heel belangrijk moment is dat iedereen hier erbij is, alle stakeholders. En dat we nu echt het moment is dat we alle neus in één richting hebben. En dat we de traject moeten afleggen om eigenlijk op die global platform ons stem ook te laten horen. U bent van de zondagse markt omgeving Nieuwe Grond. Zal deze boodschap of deze informatie ook gebracht worden naar iedereen die daar betrokken is? De verkopers, de handelaren die hun waar daar ten verkoop brengen? Natuurlijk gaan we dat doen, want dat is een stuk verantwoordelijkheid dat we als burger hebben. En nota bene, we zijn eigenlijk deel eigenlijk al een beetje van de SAMAP. Wij participeren ook binnen het SAMAP-project. En als deel daarvan, het is altijd je wens. En het is onze wens dat we landbouwers dit hele chain certificeren, zodat we een bijdrage kunnen leveren aan de welzijn van de mensen hunzelf, de welzijn van de mensen in het land. En natuurlijk, de bedoeling is dat als we duurzaam landbouw doen, dat we een stukje bijdrage leveren aan de economie van het land. Nou, het Surinaam Standaardenbureau, zoals u al hoort, standaarden. Wij houden ons voornamelijk bezig met het ontwikkelen en adopteren van standaarden voor Suriname. En daarnaast ook het verheffen van deze standaarden tot technische voorschriften. Dat wil zeggen dat deze dan verplicht gesteld kunnen worden, omdat standaarden oorspronkelijk vrijwillig zijn. En daarnaast hebben wij ook het mandaat om het certificeringsprogramma voor Suriname op te zetten. Nou, het is de bedoeling dat wij dan ook een certificeringsprogramma voor het voedselveiligheid gedeelte opzetten. En natuurlijk, zoals er onlangs bekend is gemaakt, dat het Nationaal Instituut voor Voedselveiligheid Suriname is opgericht, dat wij dan samen met hun ook verder gaan, in zee gaan, om te kijken hoe wij een goede samenwerking aan kunnen gaan om het certificeringsprogramma voor voedselveiligheid op te zetten. Nou, dat is belangrijk. Voeding is een van de belangrijkste aspecten binnen het leven van een mens. Ieder heeft voeding nodig. En het moet dan ook gegarandeerd zijn. Gegarandeerd dat het aan een bepaalde kwaliteit voldoet en dat het ook veilig is om te consumeren. Vandaar dat certificering dan ook een heel belangrijk aspect speelt daarin.